Versnellen. Vertrokken. En Isenot Dorger die vertrekt in volle galop. Aan de binnenzijde hebben we Jazzy Maker in strijd voor de koppositie. En aan de buitenzijde... Vier galop, vier. Fusain met een lengtevoordeel komt hij de Gaverbeek bocht in. Fusain die leidt met aan de binnenzijde Gérard Vergaarde met Jazzy Maker. En zo komen we dan doorheen de Gaverbeek bocht. Hebben we aan de buitenzijde ook het nummer 5 van Joie du Château die naar voren komt. En Geert Lano die gaat de koppositie in handen nemen met Joie du Château. We komen aan de overzijde van de baan. En in tweede positie hebben we dan I Am Smart. Derde aan de koorten volgt dan Fusain. Dat zijn de eerste drie paarden met Jazzy Maker aan de binnenzijde volgend. Aan de buitenkant hebben we dan Jenny de Melleret. En in zesde stelling kunnen we dan zowel Jalencio vlak aanstippen als Fiston de Marlot. Die liggen dan in de middenmoot. Een lengte verderop hebben we dan aan de buitenzijde Here I Am in de buurt opererend van Francis Nering die op pad is met Idelia du Trezon. Jalencio de Warnock ging er nog net voor wanneer we de bloze bocht ronden. En dat doen we met Joie du Château nog altijd als koploper. Joie du Château met een lengtevoordeel. Wanneer we allemaal goed en wel de bloze bocht zijn uitgekomen. In tweede positie volgt dan... Zeven galop, zeven. Volgt dan I Am Smart. Op de derde plek kunnen we dan aan de binnenzijde Fusain aanstippen. Buitenom komt dan Jenny de Melleret in beeld. En die wordt dan gevolgd door Jalencio Flak aan de koord Jazzy Maker. Met een lengtevoordeel op Jalencio de Warnock. Die aan de binnenzijde dan Fiston de Marlot geeft. En een lengtevoordeel kan behouden op aan de binnenkant Here I Am. Die ligt dan achteraan het veld. Samen met die Delia du Trezon. Zo is de rust wat teruggekeerd in het peloton doorheen de Gaverbeek bocht. Joie du Château die controleert met een lengtevoorsprong. Op aan de binnenzijde nummer 11 van I Am Smart, Jo Corbani. Aan de buitenzijde zien we dan dichterbij komend Jenny de Medaille en Jules van de Putten. Halverwege de overzijde van de baan. Geert Lano nog altijd als koploper met Joie du Château. Aan de buitenzijde zien we dan Jenny de Medaille met I Am Smart in de buurt. Aan de reling nog altijd Fusain. En Jazzy Maker die heeft dan Jolencio de Warnock aan de buitenkant wanneer we de 500 meter paal voorbij zijn gedraafd. En dat nog altijd met onzezelfde leider Joie du Château. Die profiteert natuurlijk van de uitschakeling van Iris de Ginet. Maar die profiteert ook van zijn eigen talenten. En dat gaat hij in de laatste rechterlijn proberen nog eens extra in de verf te zetten. Joie du Château met anderhalve lengte voordeel. En dan hebben we in het centrum van de baan I Am Smart. En aan de buitenkant Jazzy Maker. En Jazzy Maker zet nu de oorlog in op de koploper. Joie du Château moet zich gewonnen geven tegen Jazzy Maker. Maar buitenom is het Fusain. Maar niks te groot. Dan gaat hij voor zijn derde zegen. Fusain aan de buitenkant. Fusain aan de buitenkant van Jazzy Maker. Gérard Vergaarde aan de binnenzijde. Maar niks te groot. Buitenom. Jalencio Flak die tikt nog als derde af. Het is close. Fusain zou hem kunnen te pakken hebben. Maar de aankomstrechter heeft het laatste woord. Het nummer 11 werd uitgesloten.